Wie hebben we hier? Dit is nog steeds Nick. Is dit nog steeds Nick? Ja. Ja. Weet je hoe we dat kunnen zien? Hoe lang kun je dat zien? Ten eerste hebben we bloemenspeen in. Ja. Nick die heeft meestal iets groens. Ja. En hij heeft een iets langwerpiger hoofdje dan Lars. Beautiful, beautiful, beautiful. Maar ondertussen is deze jongeman Nick alweer. Hoe zwaar ongeveer denk u? Ik denk 4400 gram. Ongeveer 4400 gram. Toen hij het ziekenhuis uitging was hij 2100 gram. Dus hij is ondertussen alweer lekker 2 keer zoveel zwaarder geworden. Kijk, en dat is zijn broertje Lars ernaast. Zeg maar hallo tegen de mensen. Nou, misschien is het bij Lars. Lars heeft een wat ronder hoofd als Nick, daar zien we het. Nu hebben ze toevallig dezelfde romper aan. Ja. De heren hebben wel verschillende sokjes aan. Ja, kijk maar. Ja, staat er mooi op. En het is ook niet altijd de bedoeling om ze hetzelfde aan te doen. En waarom is dat niet? Omdat wij vinden dat het 2 individuutjes blijven. Het is een tweeling, maar het zijn 2 mensjes. Ja. Aan de andere kant. Het is heel leuk om ze hetzelfde te kleden. Maar we vinden het niet altijd nodig. Ja, plus de een maakt de ander wat vies. Dan gaan we de ander ook niet verschonen. We zijn niet helemaal goed gek. Slaapzakje open. En wat doen we dan? Oh, lekker uitrekken. Ja. Woehoe, vrijheid. Lars al ongeveer nu, denk ik, zo'n 4300 gram wegen. Ja, en die was net 2 kilo toen hij meeging. Dus intussen zitten we nu, nou, 15 weken verder, 15,5 weken verder. En de heren zijn ruim 2 keer zo zwaarder geworden. Ze hebben in het begin heel veel last gehad van krampjes. Maar sinds 1 of 3 weken zijn die wat rustiger geworden. En zijn de heren ook wat lekker rustiger geworden. En dan gaan we bye bye, zwaai zwaai zeggen, want ik denk dat we luiers moeten gaan verschonen. En daarna gaan de heren lekker slapen. En hopen dat papa en mama nog een beetje tijd voor zichzelf hebben. Darling, 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 darling boy. Good night, Sean.